Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 29 januari van Weerplaza. Het was vandaag een best aardige winterdag en dat kunnen we vanuit de lucht ook wel goed zien. Flinke opklaringen boven ons land, maar in het westen ligt een pak met bewolking klaar. De kans op sneeuw is het komende etmaal erg groot en dat kunnen we zien als ik deze grafiek aanzet. Grote kans op sneeuw voor morgen, zo'n 98% en ook de dagen daarna. En de kans op 3 centimeter of groter is maar liefst 42% voor morgen dus. Wat gaat er allemaal gebeuren? We krijgen te maken met een lage drukgebied en een storing die onze kant op komt. Het ligt op het moment boven het westen van Engeland en het westen van Frankrijk. En geleidelijk aan komt het onze kant op. Vannacht kan het al in het zuiden van het land sneeuwen en morgen breidt de sneeuw van zuid naar noord over ons land uit. Voor vanavond wordt de bewolking dus geleidelijk aan dikker. Ik verwacht de eerste sneeuwvlokken aan het einde van de avond, begin van de nacht in Zeeland. En dan is de temperatuur op veel plaatsen al gedaald tot rond of net iets onder het vriespunt. En vannacht wordt het nog kouder, landinwaarts kan het 2 graden gaan vriezen. En ook in Limburg en Noord-Brabant gaat het later vannacht sneeuwen. Morgen trekt de sneeuw dan naar het noorden van het land. Maar het duurt nog wel tot in de middag voordat de sneeuw de noordoostelijke provincies heeft bereikt. Er kan zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw op veel plaatsen vallen. De meeste sneeuw valt in het oosten van het land. En in de Limburgse heuvels is mogelijk 10 centimeter. Verder ligt de temperatuur in de middag tussen de 1 en de 3 graden. En de wind die draait in de loop van de dag naar het zuidwesten, met name in de kustprovincies. En als dat gebeurt, kan er in de kustprovincies naast sneeuw ook wat regen vallen. Maar op veel plaatsen zal de sneeuw blijven liggen. Daarna hebben we nog te maken met sneeuwbuien op de donderdagochtend. En ook later op de donderdag, vooral in de avond, kan het in het zuiden weer gaan sneeuwen. Verder is het donderdag overdag meest droog en schijnt de zon af en toe en wordt het 2 of 3 graden en blijft de sneeuw waarschijnlijk nog liggen. Maar op vrijdag dan komt er zachte lucht onze kant op. In de loop van de vrijdag gaat het regenen en zal de sneeuw veelal gaan verdwijnen bij een temperatuur van 5 tot 7 graden. Op zaterdag is het nog wisselvallig, zijn nog winterse buien mogelijk, maar ik denk dat dan de sneeuw wel verdwenen is. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.